Ik ben nu op het vliegveld in Groningen. En ik ga nu naar Turkije toe met mijn ouders en mijn broertje. Ik heb er heel veel zin in. We gaan volgens mij 12 dagen, 13 dagen weg. En ik kan jullie gewoon gezellig meenemen. Ik maak hier gewoon één vakantievlog van. Dus we gaan nu het vliegtuig in en we vliegen dus vanaf Groningen naar Rotterdam. En vanaf Rotterdam naar Turkije. Dus ik kan jullie gezellig meenemen. Oké, we zijn nu dus de lucht in. En ik vond het altijd toch wel een beetje eng. Maar snel gaan we weer landen in Rotterdam. En dan moeten we ook weer opstijgen. En dan gaan we naar Turkije. Als het je opvalt, ik heb een beetje een dik oog. Maar ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Een beetje ontstoken. We zijn net geland in Rotterdam, dus we zitten nu in Rotterdam en hier, ja, zo ziet het er zeg maar dus nu uit. En dan gaan we, ik zit nu bij het raam, net zoals Jens bij het raam, en dan gaan we nu naar Turkije. Resort. En ik heb er veel zin in. Het is hier al best wel warm en ik heb een trui aan en een lange broek en schoenen. Dus ja, wow, Jens, kijk hier rechts. Kijk hoe vet het eruit ziet. Ja. Zit hier ook nog gespeeld daar. Dus we gaan nu naar de bus toe. We zijn er en kijk één keer hoe mooi het eruit ziet. Ja, dit is zeg maar dan de binnenkant van het hotel. En buiten is het ook echt heel erg mooi. Het is hier wel heel erg warm. 38 graden, maar het is wel lekker. Oké, ja, mijn knot en zo zien er niet zo mooi uit. Maar we zijn er dus nu en we zitten dus in onze kamer. Ik zal even laten zien. We zitten op de 5e verdieping. Dus op het allerhoogst. En kijk één keer hoe hoog dat is. We zitten dus hier. Nou, hier. En kijk, zo hoog hè. Oh my god. En hier hebben we dus een zwembad. Een soort van fidget spinner, daar lijkt op. Daar kun je dus eten. En dan hebben we hier allemaal mooie palmbomen. Daar is dus het, zeg maar, de zee. Ook heel erg leuk. Daar kun je ook nog eten. En daar heb je een soort van smurfhuisje. Dus super leuk. En wij gaan nu even eten. En ik laat jullie hier even thuis. Ik ga morgen weer verder filmen, want ik ben nu best wel moe. En ik zie jullie morgen weer. Doei! Wij zijn dus nu weer wakker en mijn oog is echt heel erg dik, maar dat maakt niet uit. Het is echt super mooi hier. Ik zal het even laten zien. Jullie wisten dit natuurlijk al. Het is nu iets van 8 uur 's ochtends. Ik ga jullie zo meenemen naar het buffet, dus het ochtendeten. We hebben ook al een handdoekje neergelegd bij het zwembad, zodat we dat plekje op ons bezet kunnen houden. Want dat is iedereen en anders heb je zo'n plekje weg. Dus ik weet niet of ik elke dag trouwens ga vloggen, want anders wordt het best wel een lange vlog. Maar gewoon leuke dagen ga ik gewoon even vloggen en wanneer ik zin heb. Maar we gaan dus eerst lekker ochteten en dan gaan we zwemmen. We zijn hier bij het eten en ik ga even laten zien wat voor eten ik hier heb. En dit is heel ongemakkelijk om hier te filmen, want het is heel druk. Nou, hier hebben ze een soort van pizza puntjes. Ja, pizza staat voor de kop. Hier nog allemaal broodjes, hier nog broodjes. Daar heb je hetzelfde dan als deze kant. Hier heb je nog ei. Hier heb je zeg maar al drinken. Komen we hier bij het fruit. Het fruit. En hier komen we dan bij olijven of zo. Ik weet het niet. Geen idee. Even naar het volgende. Hier heb je melk. En dan heb je hier allemaal zulke cornflakes. Hoe je dat ook uitspreekt. Allemaal wat je erin kan doen. Hier heb je allemaal soorten kaas en ham. Hier kun je verse chiderand nemen als je dat wil. Hier zijn ook nog broodjes. Dan gaan we hierheen. Dit ziet er ook wel lekker uit eigenlijk. Heb ik niet genomen, maar het ziet wel lekker uit. Dan heb je ook nog broodjes. Allemaal broodjes, broodjes. Dan heb je nog patat. Dan heb je hier, waar ik altijd heel erg veel van eet. Heb je pancakes. Daar heb je dus pancakes. En daar heb ik echt al 6 of zo van gehad. Dat is heel erg lekker. En ik vind het heel ongemakkelijk om hier te vloggen met zoveel mensen. Maar zeg maar, waar nu het ochtendeten staat, staat dan tussen de middag het middageten en dan 's avonds het avondeten. En ik heb nu mijn eten op en dat is heel erg lekker. En hier kun je dan binnen eten en daar is dan de deur en dan kun je buiten eten. Maar dit keer zaten we even binnen. Oké, dit is het zwembad en wij gaan nu zwemmen, ik en Jens. En het is hier echt super lekker warm en het water is ook heel erg lekker. Dus wij gaan zwemmen. We gaan eerst even een leuke Instagramfoto maken en dan gaan we zwemmen. We gaan dus net bij het zwembad en dat is heel erg dichtbij de zee. Dus we zijn nu bij de zee. Kijk, en dat is ook zo'n ding. Maar kijk, daar loopt Jens, daar zo. En ja, we gaan nu even lekker in de zee zwemmen. Hallo Jensie. Dus we gaan nu lekker zwemmen en
Ik leg jullie even weg. Doei. Oh ja, en kijk, ik zal even laten zien. Hier liggen wij dus. En kijk, dit is echt een heel leuk parasoltje. En het is echt heel erg druk. Oh, hij valt in, Jens. Kijk. Dus ja, hier liggen wij dus. We zijn nu even aan de andere kant van het hotel. En hier is echt allemaal glijbanen. Dus ik zal het even aan jullie laten zien. Kijk, hier zijn twee hele hoge glijbanen. En hier zijn drie kleine. En dan heb je hier nog zo'n tolachtig iets. En dat is echt super leuk. Daar zijn ik en Jens echt al heel vaak in geweest. We eten nu hier zo bij zo'n tentje. Eigenlijk een soort van. Hier zijn we nu. En we gaan hier lekker zwemmen. We hebben net lekker gegeten. Oké, het is nu 4:10. En we hebben best een uurtje geslapen. Want dat doen wij meestal als we op vakantie zijn. Omdat de meesten dat ook doen. En ik heb een jurkje en mijn bikini eronder. Want wij gaan nu naar het zwembad. Mijn ouders zijn al gegaan. Want wij sliepen nog even. Ik ga nu de deur dicht doen van buiten. En het is echt super lekker warm. Kijk, wow. Het is echt heel mooi helder in de lucht. Zo lekker warm is het hier. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Zo. Gordijntje dicht. En het is helemaal donker. Wacht. Zo. Dus wij gaan er nu heen. En dan zie ik jullie zo. Ik jullie trouwens hier omdat ik het zo meteen heb laten zien. En vanavond met avondeten neem ik er wel mee. En vanavond wat er allemaal te doen is, neem ik jullie ook gezellig mee. Oké, nou, het is nu dus 's avonds en we hebben de hele dag lekker gezwommen en aan het strand gelegen. We gaan nu avondeten en ik wil jullie gezellig meenemen. Oké, we gaan eten waar we ook hadden gegeten bij vanochtend. En ik heb een nieuwe zonnebril trouwens, die heb ik hier gehaald. En we gaan nu lekker eten. Nou, dit is het eten wat ik moet gaan smikkelen. We gaan straks ook nog een paar Instagram foto's maken en dat ga ik jullie ook even aan jullie laten zien. Dan gaan we doen bij de palmbomen. Ja. Ik zei foto maken bij de palmbomen. Maar er is hier ook hele leuke hangmatten. Dus daar kunnen we ook wel een foto maken. Dus dan moeten we nog even kijken. En het is nu 8:15. Hij is still niet scherp, ja. Maar de tijd loopt natuurlijk altijd 1:08 in Turkije. Voor toch? Of achter? Ja, voor. 1 uur naar voren. Dus in Nederland is het nu 7:15. En bij ons is het nu dus 8:15. Ja, en we gaan zo, want ze hebben hier een hele grote podium. En daar gaan we zo dus even nog gewoon kijken naar voorstellingen. Bier en het is best wel laat, ik weet niet hoe laat. En we zitten dus mooi aan het water en het is echt ja, heel erg leuk. Hier zo zitten we dus nu. En hier is water. Je ziet het niet heel goed, maar vanaf de pier zitten wij daar helemaal bovenin op de allerhoogste. Oh my god. Shampoo, ja, ja, yeah. Oké, het is een paar dagen later, ik denk 4 of zo. En het is nu maandag en we blijven hier nog een weekje. Ik ga straks met Jens leuke foto's buiten maken. Dan gaan we lekker zwemmen en dan gaan we vanavond na het avondeten gaan we nog leuk naar een shoppingcentrum. Dus ik ga jullie vandaag gezellig meenemen. Oké, dit wordt de eerste locatie. We hebben hier 3 hangmatten en we hebben hier nog een bankje. Dus we gaan even deze middelste hangmat pakken. We hebben net foto's gemaakt. Ze staan zo dadelijk. Ik denk als je deze vlog kijkt staan ze op mijn Instagram. Nina's rapport aan elkaar. Check het even allemaal. Oké, wij gaan nu lekker zwemmen. En ik heb nog iets heel erg leuk wat ik even met jullie wil meenemen. Ik zal even het linkje doen in de beschrijving hieronder. Want ik heb namelijk nu popsockets. En ik heb merchandise, shirtjes, petjes en zo. En telefoonhoesjes. Wil je die nou bestellen? Het linkje staat in de bio. En dat zijn dus mijn merchandise. We zijn nu op het strand en we gaan straks met zo'n ding. En die gaat dan zo hoog de lucht in. Ik, Jens en mijn moeder. En mijn vader die heeft een beetje hoogtevrees. Dus die gaat met een jetski. En ik ga jullie meenemen de lucht in. Wat ik best wel eng vind. Ja, ik heb nu mijn zwemvest aan. En dan gaan we. Dit is een klein zwemvestje. Oh. Wil je mij laten zien? Ja. Kijk. Nou, dit is mijn zwemvestje. Mooi. En mijn moeder gaat hem ook aan doen. En mijn vader gaat jetskiën. En hij heeft hem ook aan. Mooi. Hier gaan we dus in. Oh my god. Zitten, dit is nu in. Kijk, ik vind dit echt heel erg eng. Vooral omdat ik ook een camera vast heb. Maar wauw, het is echt mooi. Ik vind dit echt heel eng. Ik ben echt bang dat schijt het. Oké, woe. Echt super leuk. We zitten echt heel erg. En ik vind het wel echt heel eng, maar het is wel leuk. Joehoe, we zitten nu hier in. Hey. Niet zo hard schreeuwen. Nee, nee,
nee, nee, niet schommelen. Daar hou ik niet zo van. Jens, echt zo. Rustig blijven zitten. Niet te veel bewegen. Anders gaan we waaien gewoon van de wind sowieso al. Oké, dit is wel eng hoor. Een beetje mooi. Is het ook een ja, we gaan iets zakken wel weer. Ja, we zakken wel. Oké, we zijn nog steeds op het zwembad en we zijn lekker aan het zwemmen. En ik wil jullie even laten zien. Kijk, super raar. Ik ben op mijn knieën verbrand. Ik weet niet of je het heel goed ziet. En op mijn voet. En het doet echt. Ja, ik heb even ingesmeerd. Daarom is het wit. En het doet echt super veel pijn. En ik weet niet hoe het komt. Ik ben verbrand bijna nooit. En nooit op mijn knieën of voeten. Maar ja. En het doet echt super veel pijn. En daar zie je Jensje. Jens, hallo. Hij zwemt er onderdoor. Hallo. En we zitten nu gewoon op het zwembadje. Goedemorgen allemaal. Gisteren waren we dus nog bij het zwembad en daarna zijn we naar het shoppingcentrum geweest. Ik heb jullie helaas niet meegenomen, want het was niet zo helaas handig. Dus ja, vandaar. Maar we gaan nu naar het zwembad. Vandaag is gewoon weer een dagje zwembad en we gaan niet zoveel bijzonders doen. Als we iets leuks gaan doen, dan ga ik jullie gewoon meenemen. Maar als ik gewoon een dagje naar het zwembad ga, dan ga ik jullie niet meenemen, want dat is gewoon een beetje saai voor jullie. Dus als ik iets leuks ga doen, neem ik jullie mee en anders laat ik jullie gewoon hier thuis liggen. Maar dit keer laat ik jullie thuis liggen. Strandhuisje aan de zee op de pier. Ik zal het even laten zien. Het is echt heel erg mooi. Kijk, dit, zo ziet het er dus uit. Het is dus een strandhuisje. Deze heb ik gehuurd. En dan heb je hier nog dingen. En dan zitten we hier dus bij de pier. Heel erg leuk. En dan hebben we hier nog allemaal drinkjes en etentjes. Dus heel erg leuk. En hier gaan we vandaag zitten. Ja. Vorige keer voor Instagramfoto was ik over het hek heen geklommen om hier een foto te maken. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk nu mijn Instagram ook foto's te maken. Maar ik zit een beetje te twijfelen, want dan heb ik twee dezelfde foto's. Maar misschien ga ik hem gewoon een andere locatie maken. Terwijl iets anders lijkt me wel een beetje hetzelfde is. Dus dan ga ik jullie ook even laten zien hoe de foto's geworden. Oké, ik was dus net even aan het zwemmen. En op een gegeven moment kreeg ik heel veel pijn aan mijn oor. Gisteravond had ik ook wel heel erg veel last. Dus ik heb waarschijnlijk oorontsteking. En we gaan nu naar de dokter. En daarna laat ik gewoon zien hoe het verder gaat. Oké, ik ben dus terug van de dokter al een heel tijdje. En ik heb dus lichte oorontsteking aan deze kant. Echt heel erg irritant, maar ja. En ik moet dus ook nu medicijnen slikken voor 5 dagen. We zitten nu te eten en ik zal even laten zien wat we eten. Het is de volgende dag. Even draaien. Een bandje! Oh, een bandje in de chocola. Maar chocolade dus met pancakes, eitjes en een soort van croissantjes. Met jam en ik ga hem straks meenemen naar de zee. We zitten vandaag in zo'n huisje op het strand, waar we een paar dagen geleden ook al zaten. Heel erg leuk. En ik heb hier nu, ik zal even laten zien aan jullie. Een soort van, ja, dat had ik al een keer volgens mij laten zien. En nu heb je ook met suiker. En deze is met soort van knakworstjes. En ja, we zitten dus hier. En ja, ik ben ook even door het dukje aan het lezen. En ik heb net ook een mooie Instagram-foto gemaakt. Hoi allemaal, ik zit nu op het vliegveld in Turkije met een broodje te eten. En over ongeveer een half uurtje gaat ons vliegtuig. Nou, gaat het? 40 minuten. Ook 40 minuten. Dat is een vieze mond, man. En we zitten dus nu een broodje te eten en dan gaan we dus vliegen naar Nederland. En ik vond die echt super leuk en ik wil jullie gewoon meenemen met deze vlucht. Ik zit dus nu op het vliegveld en dit is een pretzel of bretzel, ik weet niet hoe het heet. Ik denk dat jullie, ik krijg hem er niet uit, maar ik denk dat jullie weten wat ik bedoel. En hiermee ga ik straks een foto maken in het vliegtuig. Ik heb een heel erg leuk idee daarvoor. Dus ja, dat ga ik doen. Oké, we zitten dus nu in het vliegtuig. Kijk. En super relaxed, want het vliegtuig is echt maar kwart vol. Dus je kunt gewoon, straks zijn opgestegen. Ja, gestegen volgens mij. Kun je gewoon dan maar al die dingen deze naar boven doen, wat wij nu ook al hebben. En dan kun je gewoon gaan liggen, want er zijn echt zoveel plekken vrij. En dan kun je gewoon gaan slapen, want ze hebben deze hele nacht doorgehaald omdat we heel erg vroeg moesten opstaan voor te vliegen. Dus dan kun je gewoon lekker slapen. En ik ga straks dus die Instagram foto maken en dat doe ik als we in de lucht zijn. Oké, let niet op mijn haar en zo. Maar wij gaan nu landen in Rotterdam. Daar gaan een paar mensen uit. Dan gaan we weer vliegen naar Groningen. En daar stappen wij uit. Ja, er zit ook waarschijnlijk in dit vliegtuig, want dat roepen we de hele tijd. Mama heeft mooie ogen. En we horen de hele tijd. Ja, mijn moeder is allergisch voor katten. En ze krijgen mooie ogen en we horen steeds jou. Ja.
ons landen. Alleen duurt het nog even, denk ik. Ah, ik hoor hem. Zo, hallo. Hier boven. Hallo. Ja, we gaan landen. Ik vind ik altijd zo eng dat hij zo helemaal zo schuin gaat. Zo, Ik vind het leuk. Achter. Hou je vast. Hij heeft het tweede vleugeltje ook al uitgeklapt, die. Lekker remix. We zitten nu in de auto, onderweg naar huis. En ik ga jullie gewoon meenemen. Oké, nou we zijn al lang weer thuis. Al een beetje of zo verder. Ik was de vlog helemaal vergeten af te sluiten. Dus ik doe het nu even. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet een dikke duim omhoog te doen. Te abonneren. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!